Het saneerde Eisingerhuis en de turfmerk is al verkocht en verbouwd naar appartementen. Nu ben ik de plan klaar voor de orgebouw van het eerdere Fries Museum. De gevels blijven staan, daarachter komen zo'n 20 appartementen. Het weer altijd het Friese museum op deze plek. Plak in de stad. Het is een bijzondere plek in de stad. En het wordt nu een bijzondere plek om te wennen in de stad. Mooie appartementen in een green binnengebied. En Jim, zorg er voor dat er wat binnentuin komt die er nog net is, hè? Ja, het is in de rin van de tiden is het volbouwd, het binnengebied van de bouwblok. En we willen weer het green karakter voorombrengen. Zou dat ik zelfs de winkels van de voorstreek en de eventuele bewending der boppen er nog wat aan had? Ja, het docht meer voor het totale bouwblok. Net alleen nog voor de panden van het Friese museum. Eigenaar Stichting de Kanselarij had van 2006 een heel zacht naar een nieuwe invulling. Joerde weer de presentatie van het plan die het aan haar eerst voldoegde. We hebben er alle vertrouwen in dat de partij die het nou een keer wordt, dat die ik reed is om de plannen zat die er octrooi tegen het maken binnen ik in Haarlem uitvieren wil. Het kan dus een keukenblokje schelen of een vierkante meter, maar het doel is om zo'n 20 appartementen op een bijzondere locatie om te listen. Het meest museale pand krijgt extra ruten. Wij nemen dat het Kramerpand, maar dat komt omdat Kramer CS binnen de architecten van dit pand uiteraard bleef tot steen. Dat is het enige echte originele museumpand. Het Orenpand ben jij er natuurlijk gewend geweest. Dat pand is in opdracht van het Fries Genootschap bouwd omstreeks 1900. Echt als museumgebouw met een bibliotheek, met een prentenkabinet en met een grote schilderijenzaal. De tunnel bleef en zal gebruikt worden voor Lietse geerkomsten of exposities. Want de gemeenteakkoord gaat kinder eindtakken meer gebouwd worden.